techniek wordt steeds populairder onder jongeren. Dat blijkt uit onderzoek. Vooral bij meiden groeit de interesse. In 2011 zei ongeveer 1 op de 10 meiden later een technisch beroep te willen doen. Inmiddels is dat bijna 4 op de 10. En op het Eckart College in Woensel-Noord herkennen ze die trend. Mannen hoeven natuurlijk niet per se techniek als enigste te doen. Ik denk dat het gewoon goed is voor meiden om überhaupt ook de andere kant van bijvoorbeeld techniek te leren in plaats van altijd de zorg in. Of techniek is ook gewoon goed voor meisjes om te kunnen. Ik vind het alleen maar goed dat evenveel jongens, zoals meiden als jongens, dezelfde dingen gaan doen. En ook zelf samen volgopleiding, samen dingen kunnen gaan doen. Ik vind dat alleen maar mooi is. Ze vinden het heel erg leuk om aldoende met techniek bezig te zijn, een ontwerp te maken, daar ook een maquette van te maken, een prototype of iets. Dus ik denk dat het geheel aan technische kant, maar ook algemene vaardigheden, dat ze heel erg aanspreekt. Meiden kiezen dus meer voor techniek, maar de jongens zijn nog altijd in de meerderheid. 2 op de 3 jongens bestempelt zichzelf als technisch. Ik denk dat vooral techniek eerst vooral aan jongens eerder werd gekoppeld, dus robots en dat soort dingen. Maar ik denk dat vooral nu vooral meiden nu ook wel denk leuk vinden om techniek iets te doen. Maar ik denk dat dat nu ook aan het veranderen is, dat meiden meer geïnteresseerd zijn ook dingen met hun handen te doen dan alleen met het hoofd. En op het Eckart College is die verandering zeker te zien. Daar kiezen veel leerlingen tegenwoordig voor het vak O&O, onderzoeken en ontwerpen. Leerlingen gaan zelf aan de slag met een opdracht van een externe opdrachtgever. Om maar even iets te noemen, ze zijn nu bezig in de brugklas met een legerkamp te ontwerpen. En willen ze waterzuiveren, want die moet zo'n footprint zijn. Hoe kun je waterzuiveren? Wat zit daarachter? Maar dan gaan ze eerst vanuit hun eigen ontwerp, vanuit hun eigen idee, gaan ze verder de diepgang in. Dat vind ik heel mooi eraan. Want je leert echt gewoon vaardigheden die je in toekomstige banen ook nodig kan hebben. Vooral ook samenwerking, denk ik dat heel belangrijk is. Omdat je dus gewoon goed leert in het teamverband samen te werken. En ook op de computer leer je allemaal vaardigheden die je misschien later in een bepaald beroep ook nodig kan hebben. Of Sanne en Tom later ook echt iets in de techniek gaan doen, weten ze nog niet. Maar ze hebben ook nog even om daarover na te denken. Voorlopig zijn ze zoet met projecten op het Eckart.